Voor die foto's van de bal. Dan moeten we hier ergens naartoe lopen. We staan hier op een enorme kasteel. Kijk, is dat wel heel veel. Ja? Want hij is een van de 23ste persoon van de hele wereld die kan Urartusse alfabet lezen. Hij kan ook een brief schrijven in een oude Urartusse alfabet. Hij heeft een bepaalde klank. Ja? Als het één lange, twee korte naar beneden is A. Als het twee links, twee beneden en één lange beneden is E. Die soort klanken hij kan wel helemaal uit het hoofd lezen. We komen bij de Turkse-Iraanse grens. Alles wat wielen heeft en de motor, dat rijdt het geloof ik. En alles voor de olie. Zomaar even in de olie. Het stinkt hier, maar goed dat er geen dingen op zit, geen geur. Hallo. Hallo. Nou jongen. Het kasteel was op. Dat zijn weer Nederlanders gewoon. En dat is de raad wel nog wel. Zullen ze even niet kijken? Die staat er toch ook hoor. Toch wel? Ja. Ja, nou ben ik ja, daarmee heb ik het ook wel. Ja, dan ik het ook wel. Een beetje eten en een bootje varen.
Dat is de bedoeling. Dat is het waarschijnlijk. Die komen altijd helemaal uit. Hè? Ayo. Hoe oud is dat?